Thank you. Schoon van mij, hoe mooi vind ik die, die kiemen van witen zakleer. Die maren, die bouw, die loft gris en grauw, brengt zelfs in die steden nog sfeer. Denk ik om Friesland, sjoch ik zien dwarpen, mij roen om hier en der een oude burkerij, mij schiep ik ei, een smelle opveert, een wettermonde. En der jere ek voor mij, de oude sterren bij. Als ik op een maar, met schouwke is vaar, op fiets troch het oogaalste land. In ding bleelt geliek, het maakt het meer riek, dien taal smijt mij oor al een band. Denk ik om Friesland, sjoch ik zien dwarpen, mij roen om hier en der een oude porkerij, mij schiep een kei, een smelle opveert, een wettermone. En der jere ek voor mij, de oude sterren bij. Het zwaait jukkelbut, vol einig zien zwet, dan brengt hij zijn zwille en nacht. De maren geen ticht, een machtig gezicht, en dan komt de oude stedentocht. Denk ik om Friesland, sjoch ik zien dwarpen, mij roen om hier en der een oude porkerij, mij schiep een kei, een smelle opveert, een wettermone. En der jere ek voor mij, de oude sterren bij.
De dik en het baat, het ljocht en het ska, sa is het de knooil te dij. Je visker een boer, een tille, een toer, ja dat is het Friesland van mij. Denk ik om Friesland, sjoch ik zien dwarpen, mij rondom hier en der en al de borkerij. Mij schiep en kei een smelle opveert, een wettermone, en der jere ek voor mij, de alwe sterren bij. Dames en heren, goedemorgen. Vroeg, hè? Dit is het begin van een marathon-uitzending vandaag op Nederland 1, waar, en dat zeg ik alvast eventjes, om 17:30 een pauze in zit. Bijna alle omroepmedewerkers bevinden zich op dit moment in Friesland. En iedereen is natuurlijk benieuwd hoe het erbij staat daar in Leeuwarden. Daarover Mart Smeets. Goedemorgen, het is bijna 14 minuten voor 5 en hier staan we weer. Een jaar en 6 dagen geleden stonden we hier ook. En toen was het allemaal nieuw voor ons. De Elfstedentocht. Voor een hele nieuwe generatie. Dat grote evenement gebeurde toen in een waas van we weten er niks van. Een dik jaar later staan we er weer met z'n allen. Sommigen zeggen van het is te vroeg gekomen. Maar aan het geweldige enthousiasme in Friesland, in Nederland te merken. Vindt iedereen het wel goed dat het vandaag weer zo is. En u herkent de entourage achter me. Het is weer de startkooi met daarin zo'n 300 wedstrijdrijders en rijdsters. Die om 5:00 zo direct van start zullen gaan voor de 14e Elfstedentocht. Die onder totaal andere omstandigheden gereden zullen worden dan dat verleden jaar het geval was.